ben hoofdplanner bij de Vos Groep. En ik stuur een team van planners aan die ervoor zorgen dat al onze auto's, trailers en chauffeurs aan het werk zijn. En zonder ons staat alles stil. Mijn naam is Sven Anksmit, ik ben 36 jaar. Ik kom uit Deventer, ben daar geboren en getogen. Ik ben 10 jaar geleden begonnen bij de Vos Groep en ben momenteel hoofdplanner. Ik ben in het vak gerold doordat ik bij dit bedrijf als stagiaire bedrijfsadministratie ben begonnen. En zodoende ben ik geïnteresseerd geraakt in het vak transport. En uiteindelijk doorgerold naar de afdeling planning. En sindsdien ben ik ook verliefd geworden op dat vakgebied. Over de invulling van de dag en alles wat er omheen komt kijken. Ik begin de dag met het noteren van alle vrachtwagens en trailers welke hier op het terrein staan. Om te kijken of alles wel klopt. Of er geen auto's staan die weg hadden moeten zijn. Dan wel trailers die weg hadden moeten zijn. En ook controleer ik de kwaliteit van de trailers. Zodat ze eventueel naar de garage kunnen. Het is natuurlijk als je in een vak rolt en het blijkt dat het je ligt. Ja, dan is een diploma in principe niet het meest noodzakelijke waar men naar vraagt. Gaat het om de kwaliteit van je werk, je inzicht, je inleving. Een goede planner die kan multitasken, die is stressbestendig. Die is goed met computers, maar ook goed met mensen. Plannen is het in elkaar zetten van routes met het daarbij behorende materiaal. Waarbij er heel veel uitdagingen zijn op het gebied van infrastructuur, tijden, tijdsvensters. Sluit dat wel aan bij je volgende adres of bij je voorgaande adres. Kleine fouten in getallen, cijfers, kunnen betekenen dat het een hele verkeerde trailer weggaat of een hele verkeerde zending. Dat zijn ook dingen die je kunt aanleren. Maar het begint wel met stressbestendig zijn en nauwkeurig kunnen werken. Een planner haalt zijn voldoening uit het feit dat hij aan het eind van de dag de puzzel heeft gelegd en dat de planning rond is. In het transport werkt denk ik niemand van 9 tot 5. Het is een baan waarbij je ook helemaal niet op de klok kijkt. Vanaf het moment dat de telefoon over kan gaan, gaat hij ook over. Je bent zo druk bezig met het aanpassen, vervangen, met het draaien, dat je de tijd niet in de gaten houdt. Het schiet voorbij. Het mooie aan plannen vind ik dat je bent echt met een team. Je doet het met z'n allen. En ja, in mijn geval is het heel erg duidelijk dat je ook door kan groeien binnen bepaalde functies. En ja, ik aspireer uiteindelijk ook een ervaren planner te worden die alles onder controle heeft. Ik voel me hier als een vis in het water en ik hoop nog heel lang dit werk te kunnen blijven doen.